Het ziet er ineens anders uit als je door de polder richting Hoogmaden rijdt. De ooit zo herkenbare groene torenspits van de kerk van het dorp is verdwenen. De brand bezorgde de direct omwonenden van de kerk een aantal spannende uurtjes. Hij ging gelukkig de goede kant op, maar het had ook de andere kant op kunnen gaan. Ja. En dan is mijn huis wel het meest dichtbij, helaas. Ja. Maar ja, gelukkig, dat is gelukkig goed afgelopen. Uiteindelijk viel de torenspits in de kerk, een geluk bij een ongeluk. Er heerst nog steeds verslagenheid in het dorp, maar er wordt ook voorzichtig vooruitgekeken. Ik hoop op herbouw, ja. Dat het schip weer hersteld wordt. Want er werd al gauw gezegd, joh, het wordt gesloopt. Maar ze moeten maar eerst eens kijken goed wat er nog over van is. En dat is precies waar men vandaag vooral mee bezig is. Bouwinspecteurs en verzekeringsmensen bekijken hoe stabiel de kerktoren nog is na de brand. Daarmee hangen veel dingen samen, zoals de terugkeer van de omwonenden en dus de eventuele herbouw van de kerk. We hopen dat we een deel van die kerk toch kunnen behouden. Dat is al het geluid wat uit het dorp naar voren komt. Van als die toren maar mag blijven en weer gerestaureerd zou kunnen worden, zou dat al heel mooi zijn. Bij de brand ging alles in de kerk verloren. De brand greep zo snel om zich heen dat er geen tijd was om waardevolle spullen te redden. Maar de pastoor wil daar niet te lang bij stilstaan. Ja, we willen echt verder en ik hoop van harte, en dat is mijn diepe wens, dat de saamhorigheid die je gisteren ook voelde, dat toch de energie die nu ook vrijkomt, dat de negatieve energie, maar die zich mag ombuigen tot een positieve energie, dat we samen iets kunnen gaan neerzetten voor de toekomst. Voor de kerkdienst van aanstaande zondag is al een oplossing gevonden. Die vindt plaats in een schoolgebouw.